Dankjewel, Robert. Zoals Robert zegt, Tom Segers, wij zijn met z'n drieën die selfcare aan het ontwikkelen zijn. Dat is een techneut, een radioloog en een commercieel iemand. En dat ben ik dan, de bedrijfskundige persoon achter het project. Ik merk ook, bijvoorbeeld op een dag zoals vandaag, dat er heel veel gerelateerd ook met happiness, dat heel vaak het zorg als thematiek naar voren komt. Dat had ik eigenlijk niet verwacht. In een World Architecture Information Architecture Day, denk ik, nou, heel veel techniek en informatie en technologie. Maar uiteindelijk valt me op dat het toch heel veel gaat ook over zorg. En zorg is ook een thematiek, als je zo even kijkt. Ik heb hier een paar krantenknipsels, de bovenste in ieder geval, van Nederlandse kranten. Er is geen weekend, er gaat geen weekend voorbij, of er wordt wel iets geschreven, al dan niet uitgebreid, over zorg. En of het nu gaat over biotechnieken, of het nu gaat over apps, er zijn ondertussen denk ik 30.000, 40.000 apps in de Apple Store die te maken hebben met gezondheid. En of het nu gaat over devices. Het is eigenlijk een thematiek die makkelijk naar voren wordt gebracht. En waar heel veel wordt over geschreven. Maar de vraag is, opnieuw, maken we de dingen alleen maar aan zich, voor het ding op zich? Of willen we er iets mee bereiken? Willen we iets doen met die technologie, met die biotechnologie of met de gentechnologie? Als je dan even de vraag stelt terug van, nou, wat willen we eigenlijk met die technologie? Uiteindelijk willen we gezonder worden. Misschien willen we langer leven. Misschien willen we langer gezond en gelukkig leven. Dat is eigenlijk het doel van al die technieken, van al die technieken. Als je kijkt alleen naar het eerste deel, bijvoorbeeld dat langer leven, dan is de bijdrage van de laatste innovaties, of het nu gaat over gentechnologie, of het nu gaat over biotechnologie, wat die eigenlijk hebben toegevoegd aan de levensverwachting, dan is het eigenlijk marginaal. Dan spreken we over dagen, levensverwachting die groeien per 2 of 3 jaar. Dat is eigenlijk best bijzonder, want er wordt enorm veel miljoenen, miljarden geïnvesteerd in die zorg. En er zijn spectaculaire verbeteringen geweest, vroeger, die wel de levensverwachting met jaren hebben verbeterd. Weet jullie welke dat bijvoorbeeld zijn? Er zijn er drie heel grote geweest. Ja, dus penicilline, antibiotica is een hele grote. En dan zit er nog in de medische hoek. Prima. Een ander groot is zeep en riolering. Riolering en zeepen zijn dus de grootste, en dan heb je zeg maar de penicilline. Het is ook bijzonder, hè? Dat dus eigenlijk de oplossingen voor langer gezond te kunnen leven, juist ontdekt zijn in gebieden die eigenlijk niet direct met die zorg te maken hebben. En dat is iets wat ons heeft getriggerd vanuit selfcare, om eens te gaan kijken van, het doel is langer op een goede manier te kunnen leven. En dan moeten we het spectrum breder gaan trekken, en moeten we het spectrum gaan opentrekken. Dat is eigenlijk de eerste uitdaging. De tweede uitdaging die we hebben, binnen die zorg, of die technieken, dat is het feit dat we te maken gaan hebben met een tsunami aan zorginfrastructuur, die we eigenlijk niet meer kunnen handelen, die we niet meer kunnen managen, die we ook niet meer kunnen betalen. Kijk, dit is al zeg maar één, de World Health Organizations, die geeft het ook al aan. Maar wat is eigenlijk de oorzaak daarvan? Is dat we met z'n allen ouder worden. Dus we spreken van de zogenaamde dubbele vergrijzing. Dus we worden er wel altijd wat ouder. En er zijn de laatste jaren komen er veel meer oude mensen bij. Elk jaar komen er meer dan 10% in Nederland, vanaf, ik denk vorig jaar, 10% 60-plussers bij. De populatie groeit misschien met 1,5%, maar het aantal 60-plussers groeit vanaf nu, dus die babyboom die eraan komt, elk jaar met meer dan 10%. Sterker nog, over in 2050 is bijna een kwart van de bevolking na 60 jaar of ouder. Ja, 60 jaar of ouder. Dus best. En wat we dan nog gaan meemaken, het volgende plaatje, is dat hoe ouder we worden, dus de ziekten concentreren zich met name in de laatste levensjaren. Dus wat krijgen we? We worden, een kwart van de bevolking wordt meer dan 60, en meer dan ongeveer 70% van de zorgkosten wordt juist besteed
aan die oude mensen. Dus we gaan dat met z'n allen niet meer trekken. En dan heb je ook nog eens de capaciteit, de handjes, hè? Dus ook nog eens de ondersteuning, waar we ook nog eens. Dus we hebben een enorme challenge, wereldwijd, niet alleen in Nederland, dat zie je het volgende plaatje. Dus alle landen, en dan spreken we hier nog maar over 2008, hè? Dus die zorgkosten die zijn gewoon blijven stijgen, dat patroon gaat verder zetten. En als we dat niet veranderen, dan gaat het zeg maar in die exponentiële groei, of dat gaat zich veranderen zelfs in een exponentiële groei, want nu is het nog lineair. Maar dat gaat veranderen in een exponentiële groei. En dan kunnen we nog even de efficiëntie verbeteren. En dat is wat ik zie. Als ik kijk naar zorginnovatie en bedrijfjes die opgericht worden en devices die ontwikkeld worden. Wat krijg je? Ik heb een prachtig device. En dan gaan ze direct terug naar de zorgsystemen, de bestaande zorgsystemen. En dan in die zorgsystemen gaan ze wat rekje vinden. Nou, en die rek, die is er hoor. Ik denk dat je nog 20-30% efficiëntieslagen kunt maken in de huidige zorgsystematiek. Maar dat gaat hem niet worden, want de groei en de behoefte aan zorg is factorieel. En dit is zeg maar procentuele verbetering die je gaat toepassen. Dus je zult echt wezenlijk, of we zullen met z'n allen, eigenlijk wezenlijk iets moeten veranderen. En dan heb je hem hier terug weer, onze goede vriend, Steve Jobs. Die heeft dat boekje geschreven, of boekje, die biografie heb ik gelezen. En in die biografie las ik deze zin, en die was me blijven hangen. Ik denk, verdorie, hij heeft weer al eens gelijk, want de komende 50 jaar, de komende 100 jaar, gaan de grote revoluties plaatsvinden op dit gebied. Maar waarin verschilt deze jongen van alle andere creatieve mensen en innovators die we hebben, is dat hij maakt die jump over de systemen die bestaan. Hij breekt die systemen. Hij heeft ervoor gezorgd dat dus technieken en zijn visie is altijd geweest van kijk, ik bedenk iets dat makkelijk is voor de mensen, wat de mensen willen hebben, wat een behoefte invult, maar dat is zo krachtig dat het zeg maar heel het businessmodel of heel de structuur of heel het systeem rond dat model gaat breken. En dat is ook wat er gaat gebeuren in de zorg. We hebben nu wel de technieken en die zien we allemaal, we passen nog altijd toe in de bestaande systemen. Er gaat een tijd komen. En wij hopen met zelfcare natuurlijk een klein steentje aan te kunnen bijdragen, dat dus mensen op een andere manier naar gezondheid en naar zorg gaan kijken. En dan hoor ik een aantal van die elementen, happiness, nou ook nog die drie relatedness, dat je moet participeren. Nou, dat zijn allemaal zaken die wij proberen te integreren in het platform dat we aan het ontwikkelen zijn. En die kracht die we hier hebben, die hier gebeuren, is juist een kracht die zich moet gaan verplaatsen naar, zeg maar, self-care. Ja goed, toevallig heet bij self-care, maar goed, wat we zien, de huidige zorgsystemen, dat is het bovenste. Dus wij hebben ook, zeg maar, heel de systematiek is eigenlijk een reactieve geneeskunde. Hè? Dus je gaat pas naar de dokter op het moment dat je pijn hebt, of dat er iets is. Maar ondertussen, voordat die pijn zich manifesteert heeft, die grote medici, stoer komen aangevaren met het grootste schip dat er toen was. Vergeet eens dat het feit dat dit gebeurt, er iets gebeurd is intern. Iets anders. Diabetes of schade komt bijvoorbeeld door een hoge bloeddruk. Hoge bloeddruk, wat je eigenlijk niet merkt, beschadigt bloedvaten. Bloedvaten in de nieren, kapot, niks meer aan te doen. Je komt met nierklachten, kom je thuis, er worden een aantal metingen gedaan en je bent ineens patiënt. Je bent ineens chronische patiënt. En een van je middelen daarvan is die preventie. Bijvoorbeeld, ja. Herkenning is een voedselplan, die wil dat gaan doen, maar dan zeggen ze, sorry, die persoon heeft nog geen medische indicatie. Nee, maar kijk, dat is juist, dat moeten we dus iedereen, dus de maatschappij moet veranderen, de maatschappij moet een behoefte zien. Kijk, als Steve Jobs had gezegd van, ik ga de plaatindustrie kapot maken, ja, dat werkt ook niet. Dan zegt ook iedereen van, nee, dat gaat niet worden, dat gaat niet lukken. Dus hij zegt, nou, geef niet, ik appelleer op de behoeften en op de dromen van de mensen. En ik hoop dat dat een vliegwiel is om vervolgens een hele verandering op gang te brengen. En ik denk dat we in de zorg, en het klopt perfect, ik heb te maken met een aantal devices en leveranciers van devices. En dan praten we over dat te distribueren. En dan hoor ik altijd diezelfde verhalen. Ja, maar het businessmodel, het economisch model werkt niet. Nee, het economisch model werkt inderdaad niet in het bestaande systeem. Kijk, een diabetespatiënt wordt nu behandeld voor, ik geloof, €50 per jaar.
begin maar een device te ontwikkelen waar je ervoor zegt dat je de behandeling van diabetes nog goedkoper gaat maken. Dat is bijna niet te doen. Dus je moet eigenlijk vermijden dat mensen diabetes worden. Dat is eigenlijk je eerste doel. Dat is eigenlijk wat wij met self-care willen bereiken. Want wij denken ook, als je zeg maar meer de kracht van het individu gebruikt, dat je dan eigenlijk in staat bent om op een plezierige, of op een plezierige manier oud te worden. En dat je niet gewoon langzaam zit af te wachten wat er eigenlijk onvermijdelijk is, maar dat je toch nog op een leuke manier ook oud kunt worden. En wat dat opvalt in het verschil tussen die twee plaatsen, is dat die meneer aan de rechterkant, die heeft een device, die heeft ook een tool nodig. Nou, en dat is even het verder deel van de bespreking, is die devices. Want die devices, die worden eigenlijk bijna doodgegooid met medische devices. Maar dit is een device, wat best leuk is, en dat wil ik jullie even laten zien. Heb ik wat geluid nodig? Smile. No, I'm not taking your picture, I'm taking my picture. Not my face, my body. Not the outside, the inside. It's kind of weird. Let me start over. See this iPhone case? It's more than just an iPhone case. It's a powerful health monitoring device. These are the sensors where my fingers go. I put them here, and I wait a few seconds. Now I have a snapshot of my health that looks like this. A readout of my vitals. The kind of stuff you've always needed really expensive machines for. I can now get any time you want. You can measure your heart rate, your blood pressure, your blood oxygen level, your respiration, your heart rate variability, which tells you your stress level. There's even an ECG. That's a fancy way of saying it measures the electrical activity in your heart. Even your temperature. Coming down with a fever, you'll be the first to know. And it does all this with medical grade accuracy. It connects automatically to your phone with Bluetooth LE, sending the data from your sensors to the app so all your vitals are captured, measured, and logged. And the battery lasts 2 months on a single charge. Keeps on going. Just like you. Use it for your whole family if you want. You can capture data from multiple users and track them all separately in the app. It measures more than just your heart and your temperature. It even measures your lung functions with the included spirometer attachment, just like what doctors use, but way, way more affordable. The spirometer tells you your lung capacity and airflow. Important stuff. Already wear a device that tracks your physical activity? It'll sync with the app so you have all your data in one place. The more you know about your body, the better you can be at taking care of it. So smile. This is Wella. Nou, het is een van nog niet verkrijgbaar op de markt. Maar wel al heel goed. Ik heb hier ook zo'n apparaatje bij. Dat is de Scout van Scannerdo. En die meet ondertussen mijn bloeddruk, dus niet meer met zo'n pompsysteem, mijn bloeddruk, het zuurstofgehalte in mijn bloed, mijn hartslag, mijn temperatuur, dat is die zaken. En dat, dan hou ik 20 seconden op mijn hoofd. We zullen straks op het einde nog, ik ga er even voor, dan kun je zien hoe het werkt. Of als iemand het wil testen, mag hier ook komen, dan weten we even hoe het zit met de bloeddruk. Maar de apparaatjes, het zijn er heel veel. Ik weet, het is een wikkingsweegschaal. Wie heeft er een stappenteller? Telefoon. Ja, telefoon. Dus die heb je ook al. Of andere devices om iets te meten. Een hartslagmeter. En zijn er nog andere buiten hartslagmeters? Die weegschaal. Ik heb exact de Fitbit van het plaatje. Oké, nou, zie je, dus dat begint te komen. Maar je hebt, zeg maar, wat gebeurt er met die devices, dat gaat gewoon verder. Hè? Die ontwikkeling, die innovatie in hardware, dat gaat gewoon keihard door. Hè? Rex, zie je, een ontwerp van Philips is ook nog niet in de markt, maar die meet je hartslag door in de spiegel te kijken. Die gaat ook, als je dan hoest op die spiegel, hè, of wat, bacteriologische infecties, die worden allemaal gedetecteerd, zodat je al op voorhand kunt gaan zien of dat je dreigt ziek te worden of andere soorten zaken. In de auto worden een aantal metingen verricht, in de t-shirts komen meetapparaturen. Dat is zeg maar een soort van hartslagmeter. Je hebt tegenwoordig die banden die je moet rondje, nou, dat is ook verleden tijd binnenkort, er worden gewoon een soort van pleisters die je wegzet. Maar het wordt nog spectaculairder. Het zijn deze twee voorbeelden.
Dit is zeg maar die pleister, die, dan, die wordt vervangen uiteindelijk door zo'n dermapleister. Dus dat is een apparaatje, of dat is een pleister, en die meet gegevens, vitale gegevens, die, en die verzendt die vitale gegevens naar zeg maar je iPhone of iets anders. Dus dat is de toekomst, over 10 of 20 jaar ga je gewoon continu, niet invasief, zaken meten die van belang zijn om even de status van je gezondheid op te meten. En dat is zeg maar de glucosemeter van Google, rechter. Dus die meet dus ook continu in je lens het glucosegehalte, dus je hoeft geen bloed meer te prikken, dus het is niet invasief. Continu meten in je oog, komt op je iPhone en je krijgt signalen en dan kun je met insuline werken. En binnenkort is dan die insulinespuit die zit dan in je lichaam, heel klein, en vervolgens wordt het zo allemaal technisch verder doorontwikkeld. Dus qua techniek, en daar blijven heel veel bedrijven, houdt het eigenlijk niet op. Dat gaat gewoon vol kracht door. Maar het typische is dat in de zorg, die ontwikkeling van die techniek, er nog niet voor gezorgd heeft dat de businessmodellen veranderd zijn. Omdat de systemen die eromheen hangen, met name verzekeraars, en met name wetten, of de professionals, de instellingen, en de patiënt, dat zeg maar een hele moeilijke driehoek is om daar beweging in te krijgen. Nou, uw vraag die wijst er al op. Het is best moeilijk om zaken te introduceren of te veranderen. Die markt die werkt niet zo fantastisch. Terwijl we per se marktwerking moeten hebben. Als die marktwerking niet gebeurt in de zorg, dan komt die tsunami echt op ons af en dan gaan we crisis na crisis meemaken op het gebied van zorgkostenstijgingen. Dus het feit dat, of dat je nu rood kleur bent of blauwe kleur bent, marktwerking is nodig. Waarom? Omdat marktwerking moet zorgen voor innovatie en moet zorgen voor veranderingen van systemen. En daarom hebben wij een platform opgericht die helpt, zeg maar, in die systemen. En we hebben niet de ambitie om de bestaande instituten of zorginstellingen aan te passen. Wij zijn niet van plan om zeg maar zorgverzekeraar te spelen. Wij zeggen van kijk, wij willen een platform zijn voor mensen, voor gezonde mensen en mensen die een aandoening hebben, zodat zij zelf van alles kunnen regelen en registreren. Dus het is eigenlijk een platform dat eigenlijk gericht is en waar de consument 100% van staat. En dat zijn ook weer die vrijheidsgraden die ik net heb gehoord, die maken dat je gelukkig bent. Want het is absoluut gedaan met het paradigma van paternaliseren, gedaan met het paradigma van de arts weet alles. Wij zeggen, er is heel veel kennis, dat is in die ijsberg, de onderkant, er is heel veel kennis die je zelf kunt leren om zeg maar om jouw lichaam gezond te houden en beter te kunnen sturen. Dat is eigenlijk wat we dus zelf je gezondheid in de hand houden. En we zijn dus alleen een platform, we zijn geen hardwareontwikkelaar. Want die device Wello, en morgen koopt iemand die Wello, en overmorgen is er nog een apparaatje dat of goedkoper, of beter, of nog een andere functie doet, en dan gooi je die Wello weg, en dan gaat het platform van Wello weg, en gaat al je data is weer verdwenen, en je moet weer vanaf nul beginnen. Wij zijn een platform, dan zeggen van kijk, al die gegevens die je opslaat, die pikken wij uit die wolken van die apparaatjes, en wij maken een eigen platform dat je volledig ook zelf instelt. Ook met de waarde. Als je kijkt naar mij, ik ben 48, zeggen ze van ja, jouw bloeddruk moet zo zijn. Maar goed, mijn bloeddruk, ja, dat is op basis van het gemiddelde. Maar ik heb misschien vanuit mijn genen, heb ik misschien een gemiddeld hoge bloeddruk. Dus mijn grenzen, die kan ik zelf, in het platform kun je zelf aanpassen, zodat je niet continu, onnodig, alarm krijgt van kijk, jij wijkt af van het gemiddelde. Ik wil niet weten dat ik afwijk van het gemiddelde, ik wil weten wanneer ik afwijk van de doelstelling die ik mezelf heb gesteld. Nou, dat zijn het soort zaken die we allemaal kunnen regelen. In het platform en in de app die we aan het ontwikkelen zijn. Eenvoudig registreren. In de basis is het eigenlijk hardware, is het zeg maar vitale parameters registreren, kopen. We hebben ook bijvoorbeeld een contract met Coolblue, toevallig of niet, maar goed. Dus Coolblue, dus als je bij ons een device, je kunt bij ons een device kopen, hoeft niet. Ja, dan linken wij jullie door naar Coolblue en wij zijn in gesprek met Coolblue om zeg maar, de juiste devices aan te schaffen of in de etalage weg te zetten die naar onze mening accuraat zijn. Vervolgens wordt er op de website uitleg gegeven over wat zijn uw sensoren, wat is de kwaliteit van die sensoren, wat zijn belangrijke vitale parameters, kun je die zelf beïnvloeden, die vitale parameters, nou in een kaartspel blijkbaar, dan kun je ook je hartslag beïnvloeden. Nou, daar wordt een heel verhaal over geschreven en er wordt een verhaal geschreven over chronische aandoeningen. Welke chronische aandoeningen kun je nu
bewaken door middel van het volgen van vitale parameters. Dat is eigenlijk de kern van onze propositie. Vervolgens, als je die gegevens eenmaal verzamelt, en je verzamelt vijf vitale parameters, nou, dan zorgen wij dat er algoritmes onder liggen. Dat zijn eigenlijk denkprocessen die een arts ook gebruikt. Dus wij werken daarvoor samen met een medical advisory team. Dat is een oncoloog, een cardioloog en een radioloog. Die zitten erin en die bedenken voor ons de protocollen. Die van kijk, als je afwijkt in je bloeddruk en je hartslag wijkt ook af, of je neemt voldoende stappen, nou, dat is daar een conclusie aan te verbinden. En die conclusie die wordt dan zeg maar als message naar jou geforward. En dan mag je dan ook weer zelf instellen, wil je elke dag een bericht hebben, of wil je één keer per week een bericht hebben, of wil je één keer per maand een bericht hebben. Kun je eigenlijk allemaal zelf, dus heel veel vrijheid geven aan, aan de persoon, aan de gebruiker van het platform. Ook met betrekking tot data verzamelen. Al de systemen die nu bestaan, die verdienen hun geld aan de data. En de data die ze dan doorverkopen of die ze gebruiken voor andere doeleinden. Wij zeggen, data is zo belangrijk, als je wilt dat het platform alleen er voor jou is, dan wordt dat, zeg maar, strikt beveiligd en je hebt daar zelf je eigen keuze in. Wil je delen met je buurman, dat is jouw keuze. Wil je delen met je arts, dan is het jouw keuze. Wil je alle data verwijderd hebben, dan verwijderen wij alle data die er verzameld is. Kom dan niet twee dagen laten vragen, mag ik alsjeblieft mijn data terug hebben. Maar die is dan wel degelijk weg. We doen dat ook trouwens in een aparte stichting. Dus we hebben de BV, die eigenlijk de apparaat het platform genereert, hebben we een aparte stichting die eigenaar is van de data die gegenereerd wordt. Juist om die waarde te kunnen blijven waarmaken. En dat voor standaard wordt opgeslagen? Kan je dan ook uitwisselen op een bepaalde manier? We kunnen dus de data, wij zijn nu bezig met KIS-leveranciers, om zeg maar te kijken of dat we dus de data, als de consument toegang of toestemming geeft, om die data zeg maar beschikbaar te maken voor de voor de instellingen die zorgsystemen gebruiken. Maar de technische standaard die wij daarvoor gebruiken, die ken ik niet. Dat is de technische standaard. Maar goed, de consequentie is dat we dat zeg maar zo opstellen in voor de mensen, is ook dat het zeg maar een platform is dat betalend is. Je zult dus voor dit platform of voor deze service, en wil je die onafhankelijkheid hebben, ja, dan zul je natuurlijk ook iets moeten, moeten betalen voor dat platform. En dat we met de geanonimiseerde data uiteindelijk iets gaan doen en dat we daar misschien ook vanuit farmacie geld uit kunnen halen, dan zal dat geld ook weer terugvloeien naar een vrij systeem. Maar het is eigenlijk meer het Wikipedia-gedachte dat we hebben. Kijk, wil je die onafhankelijkheid hebben, en wil je niet gestoord worden door reclames en verkoop, nou ja, dan moeten we er zelf ook geld voor over hebben. Wie heeft er trouwens al ooit iets gestopt voor Wikipedia? Dus ja, de vraag is dan oké, maar dan zal het wel een goed doen. Maar je ziet dus, zo'n model werkt ook. En je kunt zeggen, nou, als je ervoor wilt betalen, prima. Maar wij moeten nog even kijken hoe dat in zijn werk gaat. Voorlopig hebben we een businessmodel berekend op zeg maar 5 euro per maand om gebruik te maken van onze service. Met als uiteindelijk doel dat je zeg maar, als individu veel meer inzichten krijgt in je eigen vitale parameters, dat je zelf kunt zien, als ik gestrest ben, dan gaat mijn bloeddruk omhoog, dus als ik mijn bloeddruk naar beneden, dan moet ik minder, of ik moet gaan spelen. Dus jij gaat zelf verbanden leggen die een huisarts, waar een huisarts nooit toe in staat is. Een huisarts is niet in staat om al die vitale parameters in de juiste context te plaatsen. Jij bent de enige persoon die dat kan. En als je die data hebt en je gaat naar je huisarts, dan heb je ook een veel beter verhaal voor die huisarts. Want jij kunt verbanden leggen waar die huisarts niet aan denkt, en die huisarts zal dan in staat zijn om een betere diagnose te stellen, en vervolgens ook een veel betere therapie, weg te leggen. En dat uiteindelijk gaat resulteren in het feit dat we met z'n allen gezond en vitaal en happy oud kunnen worden. Dat is mijn vraag. Tom, ik weet niet hoe het in België zit, maar we hebben in Nederland een rijke historie aan gefaalde medische projecten. Maakt dat dit idee van jou het wel gaat redden? Ja, dus kijk, we gaan in het begin een aantal klantengroepen opzoeken die heel veel toegevoegde waarde hebben aan zeg maar, het zelfmonitoren van die gegevens. Die bijna direct een ervaring hebben van kijk, als ik nu mijn bloeddruk meet en ik hou mijn bloeddruk onder controle, dan ben ik geen slachtoffer van
En dat kan te maken hebben met een, we zijn in gesprek met de hartpatiëntenvereniging, we zijn in gesprek met de diabetesvereniging. En daar zeg maar de eerste ervaringen opbouwen vanuit die doelgroepen. Okay. Specifieke doelgroepen. En dan de cases daar rond krijgen. Ja. Okay. Mooi. Is het idee rond de mentale gezondheidszorg? Hoe zou dit daar kunnen doen? Nou kijk, het is, we beginnen met vitale parameters, maar vervolgens is het platform uitbreidbaar door ook dit soort gedragsaspecten, bijvoorbeeld ik voel me goed, of een dagboekje bijhouden, zodat je zelf ook regie kunt houden over die vitale parameters. Dus als er vitale parameters worden opgeslagen, dan heb je altijd de ruimte bij elke parameter om aan te geven van kijk, of met een symbooltje, of met een eigen tekst, van nou ja, goed, ik voelde me toen in die situatie, en waarschijnlijk zal dat daarmee te maken hebben gehad. Dus uiteindelijk is het doel om vitale parameters te integreren met gedragsparameters, met ik woonde toen in de stad en nu woon ik op de buiten, nou ja, goed, ook locatieparameters, en ook genetische gegevens, 50% van happiness wordt bepaald door het gen. Nou goed, die gegevens die worden ook geïntegreerd in het platform. Nou, tof verhaal. Ik had een vraag. Je liet op een gegeven moment de plaats zien van de Titanic. En er is een bekend, of in ieder geval berucht, voorbeeld van het orkestje dat maar doorspeelt, terwijl er niks aan de, alsof er niks aan de hand is. En dan vraag ik me af, in hoeverre bestaat dat gevaar dat je zeg maar in een soort van waan van veiligheid zit, omdat je dingen aan het monitoren bent, maar in de tussentijd misschien toch dingen fout zijn. Hoe ga je daarmee om? Het is zeg maar een... het is een early detection, is het, in feite. Het heeft helemaal niet bedoeld. Het is monitoren. Het is zelf, jezelf als individu, maar je relatie met de huisarts blijft altijd bestaan. In de zin van dat orkestje, ja, zie ik ook wel het bestaande systeem verder spelen. Terwijl maar in ons geval is het juist gewoon, en je hebt een veel beter dialoog hè, met je huisarts. Ja. Dus het feit dat je al snel een signaal krijgt van nou, ik voel me prima, maar ik zie dit en dit gebeuren, nou, wat moet ik doen? Nou, dan kun je ook naar de huisarts gaan en zeggen, kijk, dit stel ik vast. Nou goed, en meestal is de reactie pillen voorschrijven, maar het kan best zijn dat hij zegt van ja, maar ik zie dat je nu veel minder beweegt. Dus vroeger zet je gemiddeld de 10.000 stappen en nu zet je nog maar 2.000 stappen. Misschien is dat een verband en dan hoef je niet aan die pillen, want als je ziet dat het effect heeft, dan heb je het ook onder controle. Ja. Nog één laatste vraag. En weer voor de dingen. Ik weet van de puffertjes, dat ze een Bluetooth puffer hebben die dan automatisch checkt en logt. Want dat is vaak ook het probleem van dat we op een gegeven moment van die hele high specialized tools wel kunnen helpen in Nederland. En dan, maar je hebt altijd het punt van die waar jij een mooie antwoord op gaf van de data is van jou, wat kan je ermee doen? Ja, ik maak mij ook zorgen over de zorgverzekeraars en wat we daarmee willen. En, een van de belangrijke aspecten in ons platform is dat wij hebben niks te maken met de zorgverzekeraars, wij hebben niks te maken met de farmacie, wij hebben niks te maken met en als we al iets te maken daarmee zouden hebben, ja, dan is het niet het handelen rond de data. Maar ik wilde zeggen, want door het delen van die data is er eigenlijk een prachtige alternatieve map van de luchtgesteldheid in Nederland. Want je kan gewoon dat dus het is een heel simpel voorbeeld wat mensen dan best wel willen delen. Dus ja, het is een gek product. Dus ik denk van ja, wauw, als ik dat zou hebben, onmiddellijk zou ik daar aan meedoen. En iedereen had dat voor dat stukje van mij weet. Want ik geef het gelijk echt terug aan de patiënten die er met z'n allen een voordeel van hebben. Dus dat soort aspecten van big data en data. Ga je het kunnen combineren met omgevingsparameters? Ja, dat is het bedoeling. Ja. Kijk, het moet natuurlijk nog altijd gebruiksvriendelijk zijn. Moet natuurlijk nog altijd. Kijk, er gaat in enorm veel. Maar ik denk dat mensen uiteindelijk maar misschien 6 of 7 parameters echt willen gaan monitoren. En dat zo'n omgeving is misschien een parameter die 1 keer per jaar erin geschoten wordt. Ik denk bijvoorbeeld die Smart Citizen Kit die nu al bestaat, die je eigenlijk gewoon in je huis kan ophangen of in de omgeving waar je woont. Die eigenlijk ook constant met die verbanden gaan we, dat is wel de bedoeling, om te kijken van kijk, verandert iets in die luchtgesteldheid en heeft dat iets te maken met een vitale parameter, heeft dat een effect op een vitale parameter. Hartelijk dank. Nog, Xander en Tom, super.